Deze ochtend was gelijk al vol stress. Ik heb gerend naar de metro, maar we zijn er. En daar komt Amanda. Hallo. Ik wilde zwaaien, maar het ging niet. 3, 2... Hallo allemaal en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Ik sta op station Duivendrecht met mijn koffertje. We zijn onderweg naar All Together Now en met we bedoel ik dus Amanda en ik. En je gaat het niet geloven, maar ze moest plassen. Zo, het is eruit. Oh, ik ben zo blij. Jesus Christ. Ja. Kan dat nou nooit een keer normaal? Ja, ik kan er toch ook niks aan doen? Anders ontplof ik. Wij gaan vandaag naar All Together Now. Kijk allemaal. We gaan eerst een kerstspecial opnemen en daarna gaan we... Het is een beetje vroeg voor kerst. Nee, dat is niet het is, jawel. Het is 19 november. Nee, eerst gaan we soundcheck doen. En open of close shots. Ik weet het niet. Close shots, open shots. Iets. Dit is een close shot. Oh, en dit is een open shot. Joh, het was 11:15 aanwezig. En dan van 11 tot 12:30 zenderen en opmaken. En daarna lunchen. Dus eer dat we echt iets gaan doen, duurt echt 100 jaar. Oké. Zijn we dan? En de Morshine, ja. En de Morshine, ja. Kijk eens wie we daar aan het einde van de gang tegenkomen. Het is Terre Luna. Ik hou ervan hoor. Kijk nou, daar is ze. D61 naast klik-klek tikkiri-tek. Daar gaan we. Ralfie. En een goodiebag. Meid, ik ben al helemaal blij. Je ziet er goed uit. Je moet in de lens kijken. Wij zijn nu in de pool room. Hier worden wij tijdens het programma gequote. Je zag achter mij de kerstboom voor de kerstspecial die we straks gaan doen. Ik vind het licht wit, hard, fel. Mocht je denken, wat heb jij daar op je gezicht? Ja, nou, ik ging dus de was uitkloppen. En de rits vloog eraf tegen mijn gezicht. En nu heb ik dus echt een diepe wond. We moeten het straks gaan fixen met make-up. Ik heb geen idee hoe we het gaan fixen. Gesponsord door Coolbest. Welkom in de cool room. Iets wil laten weten, doe dat via de jurytelefoon. Oh ja. De jurytelefoon, als het goed is, hebben jullie allemaal het nummer. Zo niet, vraag dat even aan je buurman. Jongens, kijk eens wie ik gevonden heb. Ik wil nu de camera, ja? Ik hou het ervan. Ja, te laat, schat. Hey, je nou een Tato? Hey, jij een Tato? Hey, jij nou een Tato? Dat hoort niet, hè? Dat is ketterij. Goed, wij hebben ons omgekleed. We proberen altijd zoveel mogelijk matchy-matchy te gaan. Dus hier gaan we straks promos in opnemen en een paar shots voor een aflevering. En vanavond gaan we omkleden naar Kerstmis. En we gaan ons nu als de wiede weer opmaken. Maar goed, ik had dus superveel stress vanwege die dikke groef in mijn gezicht. Maar ik heb een bril van huis meegenomen. En die komt dus lekker precies voor die plek. Amazing. Ik vind het geweldig. Zo, dit ziet er beter uit. Je ziet bijna niks, maar dat is de bedoeling. Ben je klaar, schat? Ja. We gaan nu... Ja? Ja? Ik moet alleen nog even een schuifspeltje voor dit. Ja, nee, oké. Okay, we fixen een schuifspeltje. We gaan even lunchen, want ik verrek van de trek. En, maar ja. Oeh, contour. Ja. Wij gaan zo lekker een microfoontje opkrijgen en ons naambordje. Hier is Laurie Rijs. Die kennen jullie misschien van Saturday Night Fever. Je kent haar misschien van de Zee. Of van The Voice. Helemaal als een idioot erin op die vlog staat. Ja, en altijd nu weer staat, dus. Ja. Altijd. Dus, daar liggen we. Daar liggen, het is net de eindpresentatie. Amanda en Quincy Denzel. Lieverd, prachtig. De naam Amanda heeft je nog nooit zo goed gestaan. Dankjewel. Hier komt dan een leuk muziekje onder. We hebben net soundcheck gehad. Hoe gaat het met jou verder? Ja. Wat zitten we heerlijk erbij, hè? Lekker chic. Lekker chic. Zo, op onze knietjes. De 100 placeert zich voor... Ik heb geen idee wat we gaan doen. Dit is mijn rij. Rij D. Let's go. Podium. Hier is Tato. Mijn buurman. En daar hebben we Le Prins ook, team Rij D.
En ik heb mezelf even getrakteerd op een watertje. We gaan zo een persfoto maken. Dat is eigenlijk alles wat ik weet tot nu toe. En avondeten. En dan gaan we vanavond de kerstspecial filmen. Daglicht. Einde bericht. Onze rij is aangevuld. Dit zijn mijn buurvrouwtjes. Sarah en Julia. Zij gaan ons hier doorheen slepen. Want ons is eerste seizoen. En zij hebben het vorig seizoen al gedaan. Ja. En, heel pittig. En ze zeggen dus net daar op het podium met de repetitie dat er mensen van afgelopen seizoen komen. Dus die kennen ze allemaal. Michael, ik ben heel blij, maar dat geldt ook voor de andere oudgedienden, om weer jullie kopjes te zien hier. Dat had ik hartstikke jammer gevonden. Nou leuk, volgens mij gaan we met z'n allen op de foto. En dan mag ik meteen niks meer zeggen. Oké, dan. Ik heb besloten de eerste aflevering, de kerstspecial, te gaan doen zonder bril. Ja. Niet zonnebril, zonder bril. Ik moet heel nodig plassen, maar Amanda gaat even vertellen wat ze aan heeft en wat we gaan doen. En ze moest eigenlijk de camera, er valt iets. Ja. Oké. Okay. Cleavage. Cleavage. Daar is onze Laurie Rijs. Laurie, wat heb je aan? Een glitterbal. Een glitterbal, ik vind het heerlijk. Ja, de volgende keer hier rood jurk aantrekken. Ik heb dus een Bordeaux-rode jurk, een hele lange. En Laurie die is helemaal verliefd op die jurk. Die wil heel graag dat die jurk een keertje aan. Wil je hem dan ook een keer aandoen? Nee, dat kan denk ik niet. Ik pas niet erin. Ja. Denk niet dat ik hierin pas. Wij moeten de dag afsluiten. We gaan alleen nog aan het einde van de dag na de opname vertellen hoe het was. Want dat kan ik natuurlijk niet vastleggen. En de batterij is leeg, dus dat werkt überhaupt niet mee. Dikke kerstkus van ons. Mwah. En van Olivier. Mwah. En van Tets. Wat zien jullie er mooi uit? Lekker glitteren vandaag. Heerlijk. Ja, Christmas kijk vibes. Subscribe. Hè? Kijk en subscribe. Abonnee. Abonnee. Zo, ik ben terug in de locker room en we zijn klaar met de eerste aflevering. Het was heel leuk, het is een hele lange zit, maar dat maakt het niet minder prettig of zo. De buurtjes zijn heel gezellig. Brownie komt lekker mijn beeld in gesprongen hier. Dag man. Wat dat bedoel? Hoe ga je? Lekker man. Hoe vond je het? Lange dag man. Ik ja, graag. We gaan naar huis.